Goeiedag. Goeiedag. Ja, eens even kijken, hoe leggen we dit uit? Morgen naar de halve finale België-Frankrijk. Ja, want ken je dit nummer nog? Wij gaan niet naar het WK, maar we willen de wedstrijd zien alleen zonder daarvoor geld uit te hoeven geven. Ja, we hebben geen geld, maar hoe komen wij in Antwerpen? Goeie vraag. Ja, daar moeten we wel even wat voor verzinnen. Dat moet wel even een klein dingetje. Wat hebben wij nodig om te komen in België? Wat zijn de allereerste opties? Ja, een vervoersmiddel. We kunnen met de fiets gaan, nou, dat duurt redelijk lang. We kunnen ook lopen, dan gaan we nu alvast beginnen. Ja, dan kunnen we nu alvast beginnen. Dan ben je ook sowieso nooit op tijd. Of we kunnen met de auto, we kunnen gaan liften. Maar liften gaat ook knijterlang duren. Praktisch. We kunnen met het vliegtuig gaan, maar ja, geen geld. Ja, en we kunnen met de trein gaan. Ja, maar... We hebben ook geen geld. We hebben ook geld. Maar we kunnen dan ook zwart rijden. We moeten undercover gaan. Wij gaan undercover. We gaan nep enquêtes maken. Een nep logo gaan we verzinnen. Een nep naam gaan we verzinnen. We gaan gewoon enquêtes uitdelen. Eigenlijk, ja, gek. Ja, net zoals... Polootjes aan en gaan. Wat nou als we het OBS heten? En voor ons is het dan de officiële Belgische supporters. Maar we zetten daar dan onder. Onderzoekt, betrouwbaar en statistisch. En ja, we lopen er gewoon langs die mensen. Het enige is wel, we hebben minder dan 24 uur en we hebben geen geld. En we moeten dus die polootjes zien te fixen. Kut. En dan moeten we gratis fixen natuurlijk ook. Ja, we moeten dit een klein beetje voorbereiden, want anders gaat het echt niet lukken. Hier, dit is toch een fantastisch logo. Dit geloof je toch meteen? Oké, nou, ik heb hier wat gevonden. T-shirts bedrukken binnen 24 uur in Amsterdam. Hier zo. Polo's. T-shirt en polo's. Check eens. Hi, goedemiddag. Je spreekt met Nozeeuw. Ik heb een vraagje. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van een video. En nu is het ding dat we heel graag België willen kijken in Antwerpen. De halve finale. En dan willen we met een ludieke actie die kant op gaan. En we vroegen ons af, zou jij ons misschien kunnen helpen met het bedrukken van die shirts voor morgenmiddag? €113, oké. Ja. Nu zitten wij zeg maar zo dat wij we moeten die reis naar Antwerpen moeten we eigenlijk zonder geld voor elkaar zien te krijgen. Zou je ons, ja, ik vind het zo cruel om te vragen, maar zou je ons kunnen helpen met deze stunt om dit voor elkaar te krijgen? Ik heb gesproken. Ja. Yes, dankjewel. You. Hoi hoi. Zo, goedemiddag en we zijn de dag verder. We hebben nog, niet zo heel veel uurtjes op de klok, maar de polo's zijn klaar. Gaan we even ophalen. Hey man, gaat het goed? Ja, gaat het goed. Hey, Noah. Ja. Hey, wat? Dit was gaan helpen, man. Ja, dit is fantastisch. Dit is vet. In de kleuren van de Belgische vlag. We hebben hem. Oh ja, er is wel één klein detail. Jesper is vannacht niet zo lekker geworden. En die zei, jongens, ik heb sowieso niet zoveel met voetballen. Het idee vind ik wel leuk, maar ik blijf toch thuis. Maar daarvoor in de plaats hebben we niemand minder dan... Nou, daar staan we dan. We hebben de enquêtes hebben we klaar, de shirtjes zijn klaar. Mooie pasjes. Kijken. Oh, moet je trouwens zelf de enquête invullen? We hebben een linkje in de videobeschrijving. Kan je gewoon zelf even invullen. Een mooie enquête. Ja. Echt mooi. Obstakel nummer 1, dat zijn de poortjes. Daar moet je natuurlijk doorheen met een geldig vervoersbewijs. Maar ja, die hebben we niet. Dus hoe gaan we dat oplossen? Moeten we nu al medewerkers gaan verleiden en overtuigen dat we van OBS zijn? Ja. Wij zijn de weg en we moeten een onderzoekje doen vandaag. Ja. Enquête. We hebben geen patiënten kunnen helpen. Waar moeten jullie marktonderzoek doen? Wij moeten de intercity van Antwerp Centraal naar Antwerpen hebben. En wij mogen eigenlijk niemand er doorheen laten, tenzij we echt een vervoersbewijs hebben. Ja. Dat je goedkeuring hebt gekregen vanuit het bedrijf. Ja, het is vanuit ProRail hier naar ProRail. Mag ik daar iets van zien van ProRail dan? Het moet heel streng zijn tegenwoordig.
Mag ik heel veel zin kijken of iets Tuurlijk. Eruit kan halen? Ja hoor. We hebben echt iets nodig ook om in die trein te komen. Ja. Oké, goed. Nou, dat gaat dus niet zoals gepland. Fucky ducky, hé. Nou, dit wordt al wat. Nou, weet je, ze is dit gewoon de fucking enquête te lezen en ze weet niet dat er vragen over het WK in België is. Nou, niet alles gaat over het WK. Ik heb wel een beetje tussendoor, dus alles doorgedaan. Kijk. Geert, onze cameraman, heeft dus wel een ticket. Ja. Ik zou zeggen, laten we het hier om het hoekje nog een keer proberen. Dat doen we onszelf aan. Ja, ik vind het wel echt, dit vind ik echt kut video's om te maken ook. Wat ik het mooie vind is dat straks die meid via misschien deze video te zien krijgt. En ze zit in die enquête te bladeren. En ik ben zo, oké. Wat doen we? Gaan we gelijk die enquête houden? Of gaan we gewoon... Nee, we gaan gewoon eerst even zitten. En gewoon ja, even een goed plekje zoeken. Misschien dat we zelf die enquête moeten invullen eerst. Zodat ja, eerst zelf een aantal, dat we al een aantal hebben. Dus zeg ja, we hebben al een aantal, dat is goeie. Ja. Internationale stukje, dus je moet dus echt gewoon €40 die je eigenlijk moet betalen voor het kleine stukje naar Antwerpen. Ja. We gaan nu iets doen, ja, wat zijn we nou eigenlijk? We zijn enquêteurs. Ja. Het slecht plan is het eigenlijk ook. Het is echt slecht. Oh jee. Yo dude. Wat ben jij aan het doen? Zit je al te filmen? Goeiedag. Goeiedag. Ja, eens even kijken, hoe leggen we dit uit? We zijn van OBS, wij doen een steekproef vanaf het traject Rotterdam naar Antwerpen. Ja. Naar een soort algemeen reisonderzoek wat betrekking heeft met openbaar vervoer. We hadden geen tickets, dat zou geregeld worden vanuit OBS. We hadden daar bij Amsterdam Centraal, vanaf waar we zijn opgestapt, hadden we daar al degene die bij de poort stond over ingelicht. Mm-hmm. Die zei, stap gewoon op. Je moet alleen wel even kijken hoe je dat doet in Antwerpen. Dat je eruit zat. Dat je hebt wel toestemming van de NS. Ja, dat is geregeld. Je hebt er een brief voor gereden? Nee, dat is via onze leidinggevende Dave gegaan. Dan hoef je wel een brief mee te geven. Iedereen kan wel zeggen, ja precies. En dat is allemaal goed. Ja, dan moeten we even contact opnemen. Ja, ik kan dat Dave even proberen te contacten met de vrouw. Ja, even de volgende keer rekening met je. Even meld bij de chef van de trein met de brief. Ook vanaf Rotterdam. Vanaf Rotterdam doen we steekgewijs. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Ik voel me ook zo groot als jij denkt. Nou, waar we echt kloot zijn. We hoeven niet eens naar andere mensen toe te gaan. Daar verderop. Maar je gaat gewoon even rondlopen, je vult daar even een dingetje en dan kom je terug. Ja. We hoeven natuurlijk helemaal geen ketters aan mensen te vragen. We vullen gewoon zelf de dingen. Oh, ik deed dat vroeger ook. Ja, natuurlijk. Goedendag meneer, dat is een vraag met de enquête. U bent een man geweest. Ben je Nederlands? Ga je even een rondje lopen? Nou, ik zit al zo lang. Ik ga van mijn benen strekken. Je moet wel je kaartje goed hangen, dat ze hier kunnen zien wie je bent. Ik verbaas me dan over hoe makkelijk het gaat wanneer je in de trein zit. Hoe moeilijk het was aan het begin. Maar we zijn er. Hey. Ik loop zojuist langs de conducteur met zijn compaan en die delen de boete uit. Niet aan mij, aan die persoon. Wie is hier daadwerkelijk de boel aan het oplichten? Ik voel me nu zo bad, hè? Zo bad. Even kijken of iemand een enquête wil invullen. Hey jongens, jullie moeten deze vragen dus even beantwoorden. In het belang van ons onderzoek. Wat is vraag 8? België, ja, hele belangrijke. Ja, natuurlijk, kijk eens wat hij aan heeft. Jullie hebben gewoon netjes betaald voor je ticket? Tuurlijk. Netjes. Ik ben trots op jullie. Zijn er nog mensen die een enquête willen invullen? Nee. Mooi. Het was me toch een partijwerk, jongen. Ja. Niet normaal, jij gelukt. Iedereen wilde gewoon een enquête invullen. Gewoon iedereen. De volgende halte is Antwerpen. Dus dat betekent dat we er sowieso niet meer uitgezet kunnen. Ja, heb jij een beetje je best gedaan met de enquêtes? Ja, zo, ja, man, ben je al 32. Ik heb ook alles gedocumenteerd. Alles staat echt wel je pen goed. Ja, tuurlijk. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil die wedstrijd zien. Ik wil wel echt gewoon een keer kwaliteit wat hebben. Je zit gewoon als een snoertje. Ik heb gewoon een...
Het is gelukt. Zullen we vanavond even een enquête willen invullen? Ja. Heren, zouden jullie misschien een enquête willen invullen voor ons? Nee, dat moet ook niet. Oké. We moeten naar de match. Oh ja, we moeten natuurlijk nu zo gaan praten. We moeten zo gaan praten. Enquête alsjeblieft. Hier, abonneren is gratis, elke week hebben wij een video. We zijn wel gratis in Antwerpen gekomen. Ja, dat wel. Zonder geld. We moeten alleen nog wel terugkomen. Nee, gaan we dat doen? Geen idee. Dat zie je ooit. Abonneren, zie je ons volgende week dinsdag weer. Later.